is hij dan hoor, de finale van Masters of Minecraft 2! Ja, daar staat hij hoor, de mooie trofee van dit seizoen. Kijk eens even, oh, wat is hij toch prachtig, hè, jongens. Mag ik hem nou wel aanraken? Nee, nog niet. Alleen als je wint, Joost. Precies, alleen als je wint mag je hem aanraken. Okay. Als je verliest krijg je een schouderklopje. Ah, dat vind ik ook wel lekker. Ja. Ik ga verliezen. Ja, we hebben afgelopen weken hardlopen strijden in real life challenges en in virtuele challenges. We hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag een hele vette NFL race gedaan op het kanaal van Efteling Junior. Dus check die zeker even en abonneer ook gelijk even op dat kanaal. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag Witch Wars doen. Dat is dus de finale. En we spelen dit op een nieuwe map. En er is een nieuwe attractie en dat is de Max en Moritz. Daar staan we nu ook voor, dus dat is best wel heel erg vet. Maar even gauw een uitleg hoe Witch Wars werkt. Het is in principe heel erg simpel. Iedereen heeft een heks op zijn eiland en je moet elkaars heks gewoon doodmaken. Dan kan je niet meer respawnen, want als je nog een heks hebt, dan kan je gewoon nog respawnen. Dus, kill de heks van elkaar, kill daarna de tegenstander en je ligt eruit. Okay. We hebben allemaal 3 levens en als iemand als laatste overblijft, dan verliest iedereen, behalve degene die laatst overblijft, een leven. Dus als Don bijvoorbeeld als laatste overblijft, dan verliest Joost een leven, Duncan een leven en ik een leven. Ja, daar gaat hij. Zo, en zo gaan we door tot er maar 1 iemand over is, hè? We hebben hier 4 kistjes staan. Don, ga jij maar even lekker beginnen. Wat heb jij in je kistje? Ik heb een kompas, een iron pickaxe, 29 iron ingots, 15 golden ingots, 10 diamonds en 3 ender pearls. Dat is niet niks. Jij hebt die rot diamonds, hè? Ik ben nog steeds boos op jou. Ik heb ook het goud voor de golden apples. Ja, nee, ja, die ga ik halen. Als ik je tegenkom. Golden apples, Don. Okay. Nou, Joost, wat heb jij? Oké, ik heb 10 golden apples. Ik heb een kompas. Een houten pickaxe. Jazeker. Heel veel iron ingots. Ik kan echt niet rekenen. 74 iron ingots. 3 splash potion of potion. Ook 10 golden ingots. 16 blocks of iron. Ik ben nog niet klaar. 64 cooked fish. Een wolf, een bed en 3 taarten. Jeetje. Ongelooflijk. Nou, nu ben ik dan wel erg benieuwd naar Duncan. Wat heb jij dan allemaal? Nou, dat zal ik jou eens even vertellen. Ik heb een diamond pickaxe. 63 iron ingots. 16 eieren. Een helm van gold. Een chestplate van gold, een zwaard van gold, 3 mooie taarten en 3 potions of poison. Ik heb echt geen reet, man. Ongelooflijk. Nou, dat heb je helemaal geen reet, hè? Zal ik dit overtreffen? Ja, ik ben ga heel je benieuwd. Het overtreffen? Ik heb 64 diamonds. Ik heb letterlijk 64 vissen en 3 enderpearls. Wat? Ik dacht dat ik het niet zat, maar ik heb het ook niet bijgehouden. Ik kan wel janken. Ik had het bijgehouden, ik had als iets verhard met helemaal niks. Jij hebt letterlijk 10 items, maar ik heb er 2. Ja. Wat heb ik afgelopen weken gedaan, joh? Hey, je was een beetje afgeleid, denk ik. Ja, een beetje afgeleid. Wat is dit nou? Dat is een boefie. Goed. Nou, gaan we ons eerste item kiezen, mannen? Voor de eerste ronde. Voor de eerste ronde, hè? Vinden jullie het erg dat ik niks kies? Nee, dat moet niet erg. Alright, nou laten we de Max en Moritz ingaan in de single rider. Dus, Het karretje. Hey, daar is hij. Wat toevallig. Oh, daar is hij. Ah, mooi, man. Ja, hij is wel mooi. Hij ziet er goed uit. Weet je wat? Ik ga naar binnen. Later, jongens. Let's go. Mannen, daar zijn we dan in de mooie Max en Moritz map. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Wat voor items hebben jullie trouwens gekozen? Ik heb 15 gold en een kompas. Oké. Ik ben licht bepakt. Oké. En Joost? Ik heb ook een kompas. Ik heb 74 iron. En dan komt mijn meest epische item. Het bed. Zo, Daar heb je er nog heel veel aan, namelijk. Ja, je moet gewoon kunnen slapen. Ja. En rust is belangrijk. Nou, ik ben in de feestelijke sfeer. Ik heb gewoon 3 taartjes gekozen. Gewoon even rustig beginnen en dan hard op het eind. Zo. Ik heb helemaal niks. Hebben we niks? Ja. Kom, laten we beginnen. Top. Wat heb jij überhaupt? Let's go. Oh, daar gaat hij. 8 seconden. 7, 6, 5, wie draait het om, mannen? 4, 3, 2, 1. Go, 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 let's go. Oké, top. We gaan hier lekker naar beneden. Dat is hier beneden. Waar is de gen? Oké, dit is de gen. Waarom gaat hij aan? We hebben een hakenneus. Hallo. Per minuut. Per minuut 5? Ja, dat is heel weinig. You kidding me? Jongen, jongen. Goudstaaf. Ik ben even kijken hoe duur alles is. Gast, hou een end. Waar slaat dit op? 5 ijzerstaven. Oh, 9. Okay. Je krijgt er 5 per minuut. Scherming. 5 ijzerstaven, dat is echt niet heel veel. Dit is om te huilen, joh. Het is om te janken. Hoe je dat ook alweer een stacky iron? Ja, ja ik, Joost, die heeft het voordeel. 3. Oké, even kijken. 4. Dankjewel. Even kijken. Ja, ik heb dat bed trouwens. Ik weet niet eens waarom. En hoppa! Maar bed is niet gedaan. Misschien gewoon het bed voor you je. You can only sleep at night. Dat is wel heel treurig. Ik had graag willen slapen. Kijk eens aan. Upgrade erbij. Hoppa. Dat is wel beter. Hoppa, nice. Kijk, die is ook geupgrade.
Hey, er is iemand op het midden. Hey. Nee, ja, joh. Dat is de Opper Jones. Volgens mij is dat Jones inderdaad. Your boy got some smirks. Ja, maar Joost die heeft al in de eerste ronde. Dan pak je gewoon een voordeel. Maar straks zijn al zijn items op, hè? En dan, ja, nee, precies. Ja, dan is het klaar met hem. Dat klopt. Hey, makkers, waar is de Diamond Generator? Hebben jullie dat gevonden? Huh? Jij? nee, ik heb hem nog niet gevonden. Zoek het lekker uit. Dat willen we eigenlijk aan jou vragen, Joost. Even kijken, ik heb eigenlijk alleen maar de Gold en de Iron Generator gevonden. Nee, ik kan het ook niet vinden. Alleen maar fijn voor ons, toch? Yo, ik heb echt slimme tactics. Oh, dus Duncan heeft hem al gevonden. Ik heb slimme tactics, boys. Het eten is zodanig duur dat ik gewoon even eraf spring. dat je er even afstiet. Dat is eigenlijk wel een goeie. Ik had er nog helemaal niet over nagedacht dat je eten ook moest kopen. Ja, daarom. Ja. Dat zijn de tactics. Nee, maar jongens, ik heb taart. Dus als iemand even wat wil vieren met mij, dan... Taart is wel lekker. Nou, ik wil niks met jou vieren, Duncan. Dan hoezo heb ik even niet? Geen hoezo zin. Niet? Nou, het is... Oh, hè, dit is de finale. De grote finale, man. Maar Joost, die zit in, hoe ben jij eigenlijk in het midden gekomen, Joost? Brug bouwen. Oh, oké. Okay. Ja, hij heeft natuurlijk het ijzer om, die ongein te kopen. Ja, ik heb nog steeds mijn smaragden, maar ik heb geen idee waar de Diamond Generator is, jongens. Maar die is toch in het midden? Of ben nee, nou dat is de Emerald Generator. Ja, met de Emeralds vinden, kan jij een Diamond Generator aanzetten. Oké. Okay. Juist. Maar ja, waar de Diamond Generator is, hij heeft no clue. Nou, even kijken of ik Joost kan spotten. Top. Ja. Weet je zeker dat je op het midden zit, Joost? Nee. Je zit gewoon nu niet meer op het midden. Tuurlijk niet, al lang weg. Oh, je hebt de Emerald, maar je weet gewoon niet waar je Diamond Generator weg, joh, die man. Ik heb nog steeds echt geen idee waar mijn Diamond Generator is. Oh, jongen toch. Hebben jullie hem al gevonden of niet? Nee. Nee, ook niet. Oeh. Wat deed jij, Harm? Gewoon je spullen droppen en er afspringen voor eten. Ja, maar dan gebeurt er wel iets. Wat een strategie. Er gebeurt er wel iets, hoor. Ja, gebeurt er dan iets? Dan sloopt Joost jouw ei. Of jouw... Mijn ei. Joost, heb je hem al gevonden? Ja. Waar zit hij? Ja. Ik denk als je naar mijn eiland kijkt, heb je al een idee waar die zit. Oei. Helemaal op het dak of zo, of niet? What the fuck? Wat? Is die ei mij eraf gevallen? Oh, wat? Nice. What? Oh. Ik schoot geen arrow op die don, hè. Ja, maar ik ben er niet af, hoor. Oh, wie is dat? Ik weet niet, iemand is eraf. Log 2. Ik dacht even dat ik neer was, maar ik heb gewoon nog een respawn. Oh. Ja, je bent ook niet neer, maar je bent... Ik was er even van afgesprongen. Oh. Wat zit Harm daar weer te schreeuwen, jongen? Oh. Nee! Oh, ik ben vermoord! Nee. Dat scheelde zo weinig, hè. Ja, je bent echt één hartje, of niet? Ik had één hartje. Gast! What the fuck? Hoe kan je dit mij nou aandoen, Don? Door dit verkloten, ik... Oh, hey, wacht eens. I'm good. Oh, Eén ding wat ik nodig heb. Oh, nee. Op Mieter en Jones! Wapens. Oh, jij hebt een Iron Sword? Uiteraard. Oké. Okay. Mijn broeder. Hoe kom je daar aan? Uiteraard. Sparen. Sparen! Ik ben altijd op zoek naar antwoorden. Oké, okay, top. Hoeveel hartjes had je net op navigatie nou afgaan? Nee, dat was mijn... Dat was niet mijn navigatie, dat was mijn gevoel. Oh jee. Oké, okay. Dat is niet mijn navigatie. Maar waar zit die Diamond Generator nou? Ja, ik heb zojuist een brug naar de Diamond Generator voor je gemaakt. Oh ja, thanks. Oké, okay, ik kon even niet van mijn eiland af. Iemand zal me te beschieten met een moog, man. Wie doet dat nou? Ja, dat was jij, hè, Harm. Ik hoor het. Ja. Oh, er zijn ook bogen natuurlijk in de game. Wauw. Dat was ik even vergeten, man. Had je dat nog niet beseft? Nee, ik ben net dood gegaan, oké? Oh, tjonge, jongen. Kijk eens aan. Dat zak. Log 3 is neer. Helaas. Maar het is dezelfde armor doos. Ik vraag me, hoeveel HP heb je nog? Echt eentje of zo. Je hebt wel snel dat... Dat endspul gekregen? Ja, ging wel. Nou, die zijn ook heel goedkoop. Wel? Ja, die zijn echt moeilijk goedkoop. Oh, ik dacht dat die goud kost. Nee. Ja, die kost goud. Oh. Maar ik begon ook met goud. Ah! Dat is het hele ding eraan. Harm! Wie is hier? Harm! Duncan! Oh, chips! Ga weg! Chips, oh, chips! Ga weg! Harm, neem een taart! Hier, neem een taart! Nee! Van de zijkant! Nee! Ja, okay. Ik heb Harm uitgeschakeld! Goed, man. Ongekend. Ja, dit ging ineens heel snel. Ik zei helemaal niks. Ik was zo in de concentratie. Ik hoorde ineens dat heksie van mij. Jongen. Nee, er zit iemand aan mijn heks! Hallo! Foei! Stinkjoch! Hij is pijn. Je hebt het pijn. You got some time. Nee! Mijn heksen! De hakeneus! Nee. De hakeneus is neer! Bouw hem eraf! Toon!
Nee. No. Wat was dat? Ja, maar ik heb max nog. Man heeft anderhalf HP. Maar dat maakt me niks uit. Ik heb gewonnen van de game meneer. Ik vind het wel heel grappig dat Joost met de meeste items begon en dat hij eigenlijk helemaal niks heeft gedaan. Echt wel, ik had de poging op Don's eiland gemaakt. Ben je al dood? Ja, allang. Allang. Oh, wat? Ik was de eerste die doodging. Ja. Omdat ik zeg maar brug maakte naar Don's eiland, had hij gelijk mijn brug om mij te killen. Door, Wel, waar is die diamond generator nou? Op de eilandjes rechts en links van je. Oh, daartussen. I see. Oké, maar ik heb één diamond. Kan ik daar iets mee? Gast, waarom ga je niet in aanval mode? Hij heeft niks. Oh ja, dat is waar. Wat ga je aan het doen? Ik zou wel een goede pickaxe halen als ik jou was. Nee. Doen. Doe even niet. Oh, dat ben jij niet. Oh, hemeltje. Zo. Doe gaat ook wel rustig door met grinden. Wat ja, natuurlijk. Even wachten. Groot gelijk. Oh, dit is wel zo. Oh. Dank jullie. Ding. Joost is zijn leven kwijt, Dunker is zijn leven kwijt en ik ben de leven kwijt en jij hebt je drie levens nog. Drie. Dat was spannend, jongens. Lekker, jongens. Zullen we naar ronde 2 gaan? Ronde 2. Zullen we even wat items uitzoeken voor ronde 2? Dat gaan we zeker doen. Goed, we zitten klaar voor de tweede ronde. Mannen, schuif naar je kist toe. Pak spulletjes. Ja. Schuiven? Okay. Denk er even goed over na. Ja, ik heb al een klein beetje over keuzes gemaakt. Moet ik zeggen. Ja, dit is wel lastig. Weet je, het is toch wel een belangrijke ronde. Hè? Als je hebt verloren, dan weet je wat er op het spel staat. Ja. Ik heb een keuze gemaakt, jongens. Het ligt ook een beetje aan je strategie. Of je gooit alles op het einde, of je gaat nu voor alles. Ja, ik weet hoe ik net dood ben gegaan, dus ik ga wel een beetje voorzichtiger te werk, zeg maar. Oké. Ja, dat is wel... Ja. Als je klaar bent, mannen... Hey, Duncan, ben je klaar? Ja, ik weet dat je veel items hebt. Let's go! Goed, mannen. Als het goed is, hebben jullie de spullen. Ja. Ik heb zelf gekozen voor een iron pickaxe en 29 iron. Joost? Ik voor mijn houten pickaxe, mijn 16 blokjes of iron en mijn goud. Oké. Ik heb 3 potions of poison. Ja. Een diamond pickaxe. En we hebben allemaal een pickaxe ingezet in deze ronde. We weten hoe het werkt. En 63 iron. Oeh. Ik heb nu al iets gekozen. 3 en een puls. Wat? Jij gaat wellicht gelijk naar het midden. Ja, wellicht. Ja zo. Of meteen alleen als hij bosjes te kopen, hij komt hij niet meer terug. Dat is ook zo. Goed, mannen, zijn we er klaar voor? Zeker weten. Zeker weten. Dan, mag voor mij part de teller afgaan. 3, 2, 1, let's go! Het leuke is, de generators zijn nu ook sneller, dus dat is ook wel goed om te weten. Ja, zeker, het is sneller. Maar hoeveel? 8 per minuut nu, in plaats van 5 per minuut. Dus dat is een vooruitgang, jongen. Hartstikke mooi, toch? Dat is wel flink vooruitgang, Dat is toch hartstikke mooi, man. Hey, ik ga eventjes stilstaan. Even rekken. Even strekken. Joost, dat is rekken. Strekken is altijd belangrijk. Zo, nou. Ik moet even wachten op mijn resources. Dat is ook weer zo. Ja. Oké, jongens, we gaan lekker bezig. Ik zie al iemand inbouwen, joh. Ja, man. Volgens mij is dat Duncan. Ja, jongen. Ik heb een 63 iron, die gooi ik... Ik heb anders geen heks meer over. Ja, ik weet niet of jullie het zagen, maar ik maakte een heel dom foutje. Wat deed je? Niks. Ik deed helemaal niks. Ik maakte gewoon een dom foutje. Op harm. Als je dan aan het biechten bent, doe dan alles. Nee, ga ik niet doen. Dus met biecht vanavond. Ja, wel met biecht. Hij heeft het zelf ingebouwd bij de Oh, nee toch. Heb je het gedaan? Nee. Dat zou wel mooi denk zijn. Denk je dat ik zo dom ben? Je brengt het altijd wel zo. Joost, jij gaat altijd zo. Dat is alsjeblieft. Joost, je hebt trouwens ook gewoon dingen zoals een vertragend werpdrankje. Vertragend werpdrankje? Ja. Die heb ik altijd al willen hebben. Maar die dingen zijn dus eigenlijk daadwerkelijk van nuttig. Ja, hebben jullie al lekker wat goud verzameld en wat ijzer? Nou, het gaat wel verdorie traag, moet ik even zeggen. Het kan sneller. Weet je, dan moet je hem ook gewoon upgraden. Dat heb ik al gedaan. Ja, nou, dan moet je niet zo zeuren, jongen. Ja, ik ben een Nederlander, hè. Ik kan niet anders. Er wordt gezeurd. Sorry, dat was ik even vergeten. Ja. Het is met zeur vandaag. Ja. Nou, ik zie nog geen bruggetjes, moet ik zeggen. Oh, er is een bruggetje gebouwd. Is dat zo? Ja, groen. Die is groen. Groen. Groen is... Oh, dat is Harm. Ja, dat vermoedde ik al. Harm zit bruggen. Waarom is zo'n groene rakker is hij? Weet je wat, dan ga ik gewoon lekker een boogie halen, Harm. Wat doe je daarvan? Dat is wel een goed plan. Als iemand zijn boog halen, nou dan ga ik... Wat is dit? Harm, wat doe je op mijn land? Dan kan ik nog even chillen. Ja, ik wil het zeggen, dan gaan we eigenlijk lekker snel. Hoppa, there you go. Heb je mijn oog nog? You kidding me? Oké. Nee, jongen. En ik heb mijn poison nog steeds. Wat slaat dit op? Hoezo ga ik nog steeds dood? Zeker. Ik moet toch wat proberen. Armor is ook wel prettig. Is het nou dom?
Vind je het grappig? Nee, ik vind het gewoon fijn dat ik even lekker met jullie een spelletje kan spelen. Ja, dat is toch wel ouderwets gezellig, hè? Ja. Heerlijk. De comments zullen vol staan met gewoon. Jongens, ik wil gewoon een in de comments. De top comment is gewoon. Ik heb gewoon spullen nodig. Ik hoor iemand wel echt wild bouwen. Volgens mij is dat. Wie is dat? Helemaal niemand. Wie doet dat? Wie doet dat? Iemand is wel op een bouwings. Op een bouwings. Is het jouw bouwhof? Oh, ik zie al hoe Harm naar mijn eiland is gekomen. Ja. Hey Duncan, ik zie je wel hoor. Lekker bouwen. Doe maar, kom dan. Hè? Kom dan. Nee. Moet je ook gelijk hier komen? Ik kom niet voor jou. Ik kom niet voor een ander. Don is blauw, toch? Nee. Zo. Ik zie ook gewoon van twee eilanden. Ik zie gewoon twee eilanden pijlen op me afkomen. Doe dat even normaal, jongens. Pas nou op, Don. Het is zonder raak. Zonder raak. Jongen, ik heb jullie allebei geraakt. Ja, je bent een scherpschutter. Ik durf nou ook gewoon niet meer verder. Waar ben je? Ik zie jou wel hoor. Zie jij mij? Maar ben jij ook zo'n scherpschutter? Zit je nou een beetje te campen op het midden daar? Ik ben niet aan het campen, ja, hoor. Ja, hij is aan het middencamper. Ik ben gewoon strategisch op één plek aan het verblijven. Strategisch? I've got the high ground. Oh, nee, wacht. Ik zie iemand echt in een enorme rode toren in het midden bouwen. Dat ben ik niet. Ik heb mijn diamond generator nog steeds niet gevonden. Ja, laat maar zitten dan ook. Ik heb al 32 emeralds, jongens. Waar moet ik er nou mee? Nee! Harry, hoe zag je me? Ja, ik zag je. Come on, man. Ja. Ik denk echt, ik zat echt de hele tijd om te draaien van, ziet hij me? Ja, zie ik. Wat, ik ben dood? Oh nee, ik denk al, Ik zie jou gewoon, hoor. Oh, hij was gewoon even neer. Nou, dan gaan we weer lekker verzamelen. Gelukkig had ik mijn generators lekker hoog staan. Verdomme, Duncan. Het is zo vervelend, jij daarboven. Hoezo? You've got the high ground. Ik hoor een heks doodgaan. Ja, dat is Harm. Harm, hoe kom je bij mij? Wat denk je? Wat dacht je van je eigen brug? Ja, maar hoe kun jij zo snel mijn heks kapot krijgen? Gast, hij is nu pas stuk. Ja, maar ik bedoel, ik had gewoon al mijn iron blocks eromheen staan. Doe je juist. Ik ben verward. Dat eitje. Laat me leven, nee! Gast, jij valt mij aan, ik val jou aan. Ik doe je helemaal niet aan. Gast, jij viel mij aan. Ik heb gewoon een hele brug gebouwd. Er is toch helemaal... Ik wist helemaal niet dat er een brugbouwverbod was in deze game. Zo, maar dat jij dat overleefde. Dat is niet oké. Ja, tuurlijk. Ik weet toch niet wat ik moet doen. Ja, maar jullie hebben echt die focus op mij. Dat is niet oké. Gast, letterlijk helemaal niet. Ik kill Joost net. Hoezo focus ik jou dan? Ja, maar kijk, ik zie jullie nu wel allebei naar mij toe werken. Is dat zo? Ja. Oh, wat toevallig. Oh, ik wist al wat ik wilde halen. Hop. Oh. Ja, hoor, daar gaat hij. Lekker Duncan. Ik zag het gebeuren. Hij doet het, game meneer. Heb je hem eraf gebouwd? Ja, gepaald. Don, nu kom ik je halen, maar Harm gaat dan voor mij. Dat voel ik dan weer. Hij heeft geen items, Duncan. So you got dan laat je wel je dingetje openstaan. Dat is ook weer zoiets. Nou, hij liet al zijn ding vanaf het begin openstaan. Ik bedoel, hij zat van het eiland af vanaf het begin van de game. Heb je hem vanaf het midden gebouwd of zo? Je hebt geen pickaxe. Oh, zeker wel. Oh, shitje. Dat is veel damage. Wat een gevechtstijl. Oh, nee. Je hebt jezelf ook gepotioned. Dat is niet oké. Of je gaat gewoon eens een keer neervent. Nee! Met je giegel. Oh, hoeveel HP had jij nog? Een half. Nee, joh. Ja, een half HP. Zeer half. Zeer droevig dit. Hey, Duncan, laat de pik. Nee! Adam! Ik zei het toch! Hij is zo'n smerige unit! Hij is wel een vuile. Nare vent, echt een nare vent! Ja, heel vervelend. Ik had nog één enderpulsje over. Toch wel. Ja, maar ik heb jou gekild. Zo kom je op mijn eiland zeker. Ik ben gewoon over die brug gelopen. Hoe heb jij je enderpearl op je eiland gelaten dan? Ik heb er twee gedropt en toen gooide ik eentje naar toe. Oh, wat smerig. Die stinkpoison. Ja, je wist gewoon dat je neerging. Jij bent bij mij, hè, Don, ik weet het. Oh, en of ik bij jou ben? Maar ik ben bij jou. Ik zit gewoon de neus van die heks te strelen. Oh, zo. En of. Hebben jullie voor mij al stuk, of niet? Tuurlijk. Ja. Nee, groen. Nee, voor mij is er nog. Nee, hij is groen. Groen. Nee, Don is blauw. Heb ik nou mijn eigen... Heb je je eigen heks gemold? Oh my god. Je bent de grootste doelstoeter van deze hele finale. Nee, hij is er nog. Ja? Harm, je hebt zijn eigen heksmoord. Nee, ik ben toch groen? Nee. Ik ben groen, jawel. Ik heb die voor jou kapot gemaakt. Nee, Don is groen. Nee, ik ben groen. Ik heb de groen wol. Nee, ik ben groen. Zit hier nou te klooien, jongens? Wat is dit nou? Nou ben ik een beetje... Hij is helemaal kwijt. Nee. Harm, als ik jou was, zou ik even die andere heks vermoorden.
Don, kom dan. Gaat naar de victory voor jou. Oh, yeah. Ja, extra stuk. Oh, ik wist helemaal niet, ik kon het niet zo ver zien. Nee. Maar ik zat al in de verte te kijken. Ik stond op die linksom. Waarom was hij niet bij mij? Ik dacht, je gaat naar mij. Hij was bij daar. Ja, weet ik, jij bent jouw eiland zit aan de andere kant. Dus ik zat van, ik heb wel even de tijd. Nou, nice. Dat betekent dat ik en Duncan wederom mijn leven hebben verloren. Oh. En nu heeft Don ook zijn eerste leven verloren. Dus jij hebt er 2. Ja. Wij hebben er 1. En Harm heeft er ook 2. Yes, ik heb nog 2. Mannen, daar zijn we weer. De derde ronde. Laten we even een itempie gaan uitzoeken. Okay, ik heb er zin in. Ik hoop natuurlijk in jullie ook. Yes. Ja. Boep. Nou, ik heb niet veel keus. Ik stel voor... Oh nee, wacht. Het is niet de laatste ronde, hè? Nee, maar ik heb nog maar 1 leven. Dus ik ga het niet riskeren. Inderdaad, al is het je laatste leven, is het een beetje nu of nooit. Ja precies. Iedereen een item? Ja, zeker. Nou, let's go. Oei, ik heb er zin in. Alright, ik ben heel erg benieuwd wat voor items jullie hebben. Don, wat heb je? 10 diamonds. Zo. 3 enderpearls. Dit meen je? Ja. Hij gaat een zwaard kopen, enderpearl naar ons eiland. Het is over. Ja, maar hoe kom ik dan terug? Nou, boeien. Ja, maar naar een eiland, naar tweede eiland, derde eiland, klaar? Ja, maar dan moet ik wel zo goed kunnen werpen. Ja, kom op. Dat kan het je is dan. Wel een tactiek. Je bent strategy. Volledig verdedigingsmodus. Joost, wat heb jij? Ik heb 3 splash potions of potion, 3 poison. Taarten, 64 vis en een hond. Wat? Heel veel vis. Dude, nou, is dat echt alles of niet? Is dat alles? Dat is alles wat hij had. Dat is alles wat hij heeft. Alles wat ik nog had. All in. Ik heb een verdedigende tactiek tegen Donson en de Pearl Strat. Want ik heb een golden chestplate, golden helmet en een gouden zwaard en 16 eitjes. Oeh. Harlek. Ja, ik heb helemaal niks. Ik had één keuze, dus ik dacht, ja, man wint toch wel zonder items. Dus het is helemaal goed. Nou, tel maar af, jongens. Ja. 3. Let's go. 2. Dan gaan we dan. Gaan we, jongens. Oké, flip, let's go. Ik heb flip to the rescue, jongens. Volledige verdediging tegen Don. Hey, ik ben even aan het kijken of geen enderpearl naar mij aan het toe moet. Ja, precies. Ik ben benieuwd of die hond een beetje goed is. Ja, dat, kijk, als je hem aanvalt, dan valt de hond jou aan. Dat is hoe het werkt. Ik ga gelijk die hond eraf bouwen, ja. Nee, ja, blijf van mijn hond af. Zo. Ja, nou op, flippie, jongens. Kom op. Al die dierenliefhebbers op je dak. Noemde je hem niet eerst anders? Nee, het flip. Ja, eerst noem ik hem Boris, hij nu flip. Was het Boris? Ja, of Willem. Willem was het, ja, Willem. Juist. Ik vind het heel eng, Don. Ja, want ik weet dat ik jij naast me zit. Ik ben zo aanwezig op mijn hoede. Yep. Niet op, Don. Okay. Hè, met je eiland, ik zie je wel daar. Nou, je moet hem onthouden als Don een klein bruggetje naar je toe bouwt, dan pas kan hij hem gooien. Hij kan hem niet vanaf zijn eigen eiland gooien. Heeft het überhaupt nut om je Don zit op het midden! Want elke ik keer, zie hem! Hi! Zit hij in het midden? Hey, Don. Hij gaat gewoon voor nog meer diamonds. Deze man. Heb jij nu gewoon al je eerste 2 enderpearls gebruikt om heen en weer naar het midden te gaan? Zeker. Hoor je mijn pupper? Ja, ik snap niet waar mijn pupper niet mee loopt. Pupperman. Hij zit nog steeds in een hoekie. Heb je hem laten zitten? Nee, hij zit gewoon in een hoekie. Kom uit dat hoek. Ik ga hem gewoon duwen. Kom. Flip, ik heb helemaal geen tijd voor je ongein. We moeten eilanden neerhalen. En ik kan oppassen dat Don niet nu gebruik maakt van dit mooie momentje om mijn hek neer te halen. Doen? Hij gooit zijn diamond gen aan en hij zit er lekker te chillen. En dan komt hij met full diamond naar je toe en dan ben je dood. Oh, dat zou toch wat zijn? Ja, maar wat heb ik nou aan die hond als hij alleen maar in het hoekje blijft zitten? Hij loopt niet mee. De spanning, de stilte voor de storm heet het. Straks, over 10 minuten, zijn we gewoon allemaal aan het juichen en aan het gillen. En aan het hijgen. Nou, dat duurt nog wel even. Is het met hijg? Ja, vind ik wel hoor. Ik vind het allemaal maar spannend, jongens. Ik heb een beetje verhoogde hartslag. Ja, jij hebt nog maar 1 leventje. Zo, mag ik even voelen? Zo, dat is pittig hoor. Nee, ik vind het nog steeds vervelend dat die hond... Ik denk dat mijn hond is gewoon bukt. Weet je wat? Je hond. Flip zit in de muur. Gaat er niet meer uit. Oh, hij loopt. Hé, hey, Hoezee, mijn hond! Hij is bevrijd. De goden hebben geluisterd. Hoezee! Kom mee, jongen. Het is tijd om te enderpearlen naar andermans eilanden. Wat een spanning! Yo, Don, hoeveel diamonds heb je inmiddels? Oh, Don, ik miste! Ja, ik hoorde het. Boek nou en Don daar. Oh ja hoor, schild het maar weer af, hè. Schild het maar weer af. Ah, Joost, ga je in de aanval nu of niet? Ik weet niet wat ik ga doen. Weet je wat? Ik zit wel lekker. Mannen, status? Zo. Hey hond! Makkertje! Je bent er nog, hoe is het, kerel? Zo jongens, ik heb toch eens even een partijtje blokken gekocht, jongens. Ja, heb jij veel blokken? Ja, ik ga nu een keertje iets wat defensiever spelen. Defensiever? Ja, nou, de vorige keer was ik elke keer de aanvallende lijn, hè. Ja, dat is waar. Oh,
Oh, nee! Oh my god! Ben je eraf gevallen? Ik was gewoon casual aan het bouwen en ben eraf gevallen. Nee! Oei. Alle progressie naar de getver. Ja, nee. Dat moest je niet zeggen, joh, maar nu komt iedereen naar je. Ja. Dat is de tactiek. Maar dat is mijn tactiek, hè. Ik lokte jullie gewoon. Het was nep. Het was een prank. Het was allemaal een prank. Zo. Het is prankhoe met prankhoe. Hoppa. Zijn jullie al gereed voor... Ik zie daar iemand bewegen. Helemaal niet. Jones. Rot op. Joost. Je pepper. Rot op, laat mijn mond af. Niet bewegen. Huh. Foei. Blijf staan, hand omhoog. Het is met hand vandaag. Zet er iemand weer? Kut! Oh jee, wat heb je gedaan? Are you dying? Hey vriend, heb je een potion op de bush gegooid of wat? I'm dying, jongens, I'm dying! Oh, Joost. Oh. Maar welke gaat neer? Is het de witch of de villager? Waar je villager. I'm dying! Oh, I'm dying, boys, I'm dying! Joost. Oh, dit is ook goed. Joost, wat doe je nou, joh? Joei! Oh, ben je dood? Je hebt jezelf er vanaf gejoeid. Ik heb mezelf er vanaf Johannes. Nou jongens, wat is dit nou weer? Waarom... Don, jij hebt toch een enderpeultje? Nou, die is voetsie, want ik ben gevallen, hè? Oh. Heb je helemaal geen meer, of... Ja, dat is een beetje het ding. Oh, oké. Miem! Oh jemig, jij bent vol diamond. Ja joh. Die stinkhond. Hond! Je hond. Oh, de hond. Joost gaat nu in aanval. Tuurlijk. Waarom zet die poison door? Ik ben al overleden en opgestaan. Ik was al neer. Oh, dit is wel akelig. Sta je er niet goed voor, Don? Ik sta er niet goed zo goed voor, nee. Hemel. Hold op, Don! Wat? Zo close! Wat voor wapen zat je? Een iron sword heb ik even snel bij elkaar gefutseld. Zo, dat is wel goed. Dank u. En nu heb ik jou... nu heb jij mijn diamond. Uh-oh, maar daar komt Duncan. Nee, dat was ik niet. Lafaard! Scheert u weg naar uw rode land. Ja, dat is wel jammer. Ik had zoveel gebruik gemaakt van Don's diamond generator. Had hem. Hey Duncan. Jij smerig, joh. Oh, ik ga de harm nu in aanval. Nope. Oh, jij naar gozer. Oh, ik heb hem. Je mist hem gewoon. Daar ging hij. Vies joch ben jij. Met je full diamond. Laat me nou even. Jongens, help me. Zie je daar. Ja, dan kan ik niks. Alsjeblieft, ik wil die cup winnen. Ik wil in de finale. Gast, ga nou weg. Laat me nou. Laat me nou even slopen. Nee. Oh my god. Help me, jongens. Nee. Help mij. Waar moet ik jou helpen? Haal Harm neer. Haal hem in de stress. Ja, nee, dit kan ik niet meer winnen. Dit is ongewoon. Waarom zeg ik ook sorry daarvoor? Ja, dat weet ik niet. Nee, Harm, stik in huig. Stik in huig. Friet! Go. Yo, jij bent echt bijna dood. Holy shit. Mijn laatste leven, toch? Had je een zwaard of zo? Mijn laatste leven. Ik heb een paal. Ik had nog een zwaard. Ik heb een paal. Ga weg met je pijl. Ik heb een paal, Don. Joost is neer. Bedankt voor het kijken. Joost, hè? Thanks, Pik. Ik heb genoten. Nee, je pakt die van mij of niet? Leuk. Ik was vorige Master Mike het ook al vierde. Dat is helemaal niet leuk. Nee, dat is wel een beetje herrig. Nee! Heb je niet van mij gekild? Wat je is hebt dit? Hem ook nog. Ik heb Harm's Rex. Ik heb hem dood. We zijn allemaal al. Joost. Vierde en derde. Oh man. Dat vind ik erg vervelend. Oh. En ik dacht dat ik er zo goed voor stond. Hè. Ik had Diamond Armor, Diamond Sword. Ik snap ook echt niet hoe Don mij dood kreeg. Hij is heel snel weg. Don is gespot door Harm, dames en heren. Oh jee. Hij pakt even de diamonds. Ja, maar hij gaat nu als een verdedigende rat zitten. Oh, er zijn golden apples gevonden. Laat me alsjeblieft geen twee. Hey, over golden apples gesproken, vriend. Oh ja, juist. Die had je nog aan mij moeten geven, hè? Hij gaat voor de aanval. Dat is ongelooflijk. Gewoon niet eens golden apples van. Nou, daar is het nog. Je hebt dat golden helemaal vol. Ja, ik ben gewoon, dat is de reden. Ik hoor geluid. Ja. Hoor je geluid, jongen? Oh. Hij heeft hem neer. Geen heks meer voor Don. Geen heks. Okay. Je kan dit nog winnen, Harm. Ja, hij heeft enchanted troep. Nee, hij heeft misschien een soort voordeel op je. Wat? Maar dit flame. Is... Oh ik my heb god. Flame. De hond. Oh, de hond. De hond. Hij is een potion aan het drinken. Oh. Hoezo? Waarom heb je hond niet meer? Nee, dat is niet de hond. Oh, ja. Wat? Ik mis
dat jij een hond had. Doet hij zoveel damage? Nou, ja. Hoe had jij een hond? Gekocht. 15 emerald of zo. Oh, die kan je kopen? Ja, die kan je kopen. Kopen. Ik zat te kijken. Maar ik had jou echt binnen 3 shots dood. Ja, het ging heel snel. Dat was ook heel gek. Hij had nog een golden apple ingenomen ook, hè? Je had poison op me, of niet? Ja, gewoon een potion. Of dan was het die wolf. Ik dronk iets zelf, ik weet niet eens wat. Strength? Ja, maar ik sloeg... Ja. Dat moet er dan zijn. Oh, ja. Nou, oké, duidelijk. Nou, dat wordt een... Hoeveel levens heb jij nog, jongen? 2. Jij nog 1. Ik heb nog 1. Je kan hem pakken, Arem. We kunnen het afmaken deze ronde. Of niet? De man met de minste items, hè? Ja, echt, hè? Ja. De man die nog nooit iets gewonnen heeft. We gaan het zien, jongens. Op naar de volgende ronde. Ik ben benieuwd, hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, het is tijd voor een nieuwe ronde. Wellicht de laatste ronde. De laatste, ja. Er kan iemand winnen. We hebben 2 kandidaten. Don en Harm. Hebben jullie nog items over? Nee. Tenminste, laat me even kijken. Nou. Ja, ga eens even Harm, kijken. Harm, jij hebt helemaal geen items over. Ik had gerust. Er maar 2. En ik heb nog een visje. Hij heeft een visje. Ik heb nog 1 item gebruikt. Dat zijn enderpearls. Ja. En dat is een stekkie vis wat je nu nog hebt. Een stekkie vis. Ja, ik zou je niet al te veel zorgen maken. Ik zou gewoon al zeggen dat je hebt verloren, Don. Ja, dit is game over. Bedankt voor het... Als Harm wint, is Harm de victorie. Ja. En mag jij de tv pakken, jongen. Maar als Don wint, dan moeten we nog een ronde doen. Gaan we nog een rondje doen. Mannen, zijn jullie klaar? Ik heb een beetje trillende handjes. Kan ik even... Nee. Ga even één keer. Even snel. Hey, niet het beste beeld, kijk. Ja, je kijkt iemand die zijn inventorie heeft. Heb je nou een hond? Ga zitten, wow. Ja. Zo. Hey jongens, kan de laatste zijn. En we tellen af! Hoeveel? 10, 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Yo, mogen nu zwaarden. Pickaxes en wishes met u zijn. Er zijn genoeg spelers. En de game is al gestart! Nice. Mogen de beste Minecrafter winnen? Juist. Want Duncan en ik zijn dat kennelijk niet. Nope. Hebben jullie eigenlijk al een strategie ontwikkeld? Ik heb zeer zeker een strategie. Ja, ik wil zoveel mogelijk emeralds en dan koop ik 20 honden en dan... Nou mannen, daar gaan we. Here goes nothing. Oh, je raadt al. Nee, verlopen. Tuurlijk niet, joh. Maar ik dacht dat we doen even rustig aan, toch? In de tussentijd zijn de beide mannen flink aan het bouwen met bruggen. En op zeg. Zo te zien heeft Don al een stack diamonds. En Harm gaat ook wel lekker met zijn 300 emeralds, joh. Ze zijn allebei nu in de bouwfase. Er wordt gekozen voor defensie. Of juist aanval. Defensie? Of ertussenin. Dat kan allemaal. Een beetje van beide. De enige die een beetje aan het defenseren is, is deze man hier. Ja. Ja, maar wel, je moet uiteindelijk heel goed nadenken over welke blok je kiest. Hè? Ja, dat is als waar. Je dan de verkeerde bloksoort kiest, dan sloopt Harm je witch, weet je wel. Ja, dan ga je dood. Dat dacht ik ook. Toen had ik 16 iron blokken. Ik denk van, mijn witch is safe. Mm-hmm. En alsnog kwam je er doorheen. Dus het maakt eigenlijk helemaal geen rol uit. Ja, kijk, je kan natuurlijk hout en een endstone hebben. Ja. En dan heb je dus 2 verschillende tools nodig om er snel doorheen te komen. Het is wel een stikkertje strategie. En die heb ik eigenlijk in de eerste 2 rondes niet gebruikt. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik aan doen, meneer. Nee, ik ook niet. Maar, dat is Harm. Die heeft hier een hele goede strategie gehad. Hij zit op het eiland van... Hey, wil je hemzelf? Even... Hij zit op zijn eigen eiland. Wat zit jij nou weer te lullen, joh? Don. Diamond pickaxe kopen. Ja, man. 10 emeralds. Oké. Okay. Don en Harm hebben dezelfde strategie. Oh, jongens, wat is het toch spannend? Maar zitten ze misschien toevallig ook op hetzelfde eiland? Dat zou wel geinig zijn. Zo. Nee, hij zit volgens mij zit ze op mijn eiland. Volgens mij zit hij ook op mijn eiland. Ja. Zitten onze generators te plunderen. Hoe voelt mijn eiland, Don? Prettig. Ja? Zeer fris. Ja, ja. Schoon. Ja, dat is wat ik gedaan heb. Ik heb het gewoon schoongehouden. Ja, milieubewust. Wat jullie nou gewoon mijn heks aan het neerhalen zijn, vind ik erg jammer. Ja, maar weet je, hoort erbij, hè? Hoort erbij. Waarbij, bij. Hey, ik zie dat Harm even de crafting table gebruikt. Lekker bezig, Harm. Gast, ik ben helemaal dat niet aan... Ja, moet nou even ophouden, joh. Dit vind ik niet leuk. Dit is alleen maar onjuistheden. Moet het niet even... Jongens. Hey, wat zit jij nou te... Wat? Nee. Het is... Hij vertelt wat hij vanavond gaat eten. Pasta, pizza, put it in... Ding is... Oeh! Dom! Hoe heb jij dit allemaal al? Hoe zag jij hem niet al? Hoe zag jij hem niet? Hoe heeft hij dat allemaal? Ik hoe zag jij pickaxe. Hem niet? Oh, wat dom! Hopelijk kan ik hier iets kopen. Dat zou ik... Hoe zag jij hem niet, Don? Hij liep echt gewoon... Ik denk van, hij ziet hem wel, die komt aanval, maar nee. Hoe heeft hij al dit allemaal? Dit kan het einde zijn, hè? Ik heb geen pickaxe. Gaat hij nou een pickaxe kopen? Ja, die kan. Hij heeft een pickaxe gekocht bij Don. Nee, hij heeft bij Don een pickaxe. Hou hem boven, Don. Don heeft een zwaard nodig. Komt ook.
Nee, ga weg. Dat is waar nodig. Oh, je kan me... Nee. Ja, kan ik vind het, dit is wel de ultieme BM hoor. Nee, bij dom en pickaxe okay. kopen. Om zo zijn eigen gewicht neer te halen. Kijk, Don is op. Ja, Don is neer. Waarom duurt het zo lang? Ze is om jou te killen, man. Ja, dit kan het einde zijn. Je hebt de pickaxe. Nee. Wat een man. Spanning en sensatie. Wat doe je nou? Ga nou neer, je legel! Don houdt zichzelf. Oké. Okay. Oh ja, je hebt toch helemaal geen zwaard. Ik moet hier weg, Hij is sustaining. Ik moet hier weg, ga weg. Ja, maar ik ben hem aan het hoeken, joh. Oké. Oh, wat gebeurt hier? Nee. Ga nou weg! Laat me nou rustig zijn! Wat mijn vuist doet geen gaan! Ga nou weg, Don! Harden die is aan het hakken door! Harden is aan het hakken door! Slaap niet, Don! Hij is half AP! Half AP nu pas! Hij is nu op de helft, ja, maar hij heeft golden apples, man. Krijg een lirium vent. Golden apples, goeie, dankjewel, Joost. Ja, ik denk, ik geef even een tipje van de sluier. En een golden apple? Ouwe, wat heb jij? Dit kan niet, man. Dit kan wel. Ouwe, jij hebt een lening bij de fucking bank genomen of zo. Vlucht, Don. De heks is weer. Red jezelf. Waar is hij? Hij is geënderpearled. Hij is weg. Nee, dit meen je. Don is er vandoor. Nee, hoe is mijn voet zo ook al? Hij is geënderpearled. Waar ben je? Waar is hij? Hoe is het mogelijk, dames en heren? Don is nog in leven, ondanks dat zijn heks is uitgeschakeld. Dit is wel spannend. Je bent weg, hè? Je hebt sowieso weggelopen. Hij kan het nog klutsen. Hij kan dit nog. Dude, als je mij nu killt of zo, dan... Ik bedoel, Harm heeft geen idee waar Don op het moment is. Dus als Don nu gewoon zijn kaartjes goed speelt, kan hij zichzelf helemaal naar boven grinden. Ik vind het wel een potje spannend. Ik dacht echt, het was voorbij. Wat ben jij? Ja, ik dacht het ook. Oh, volgens mij zit... Ja! Oh, Harm is... Nee! Ik zou weggaan als... Harm probeert te vluchten. Maar Don zit op zijn hielen. Hij probeert nog een... Hij gaat neer! De Harm gaat neer! Harm is toch niet! En we denken dat het over is en dan is het gewoon nog steeds bezig. Hou op! Voor Don staat alles op het spel om dit te clutchen. Ja, maar Harm heeft nog een 7. We dachten dat de victory gewoon al binnen was voor Harm, maar hij heeft het gewoon helemaal getrowd. Dat dacht ik. Nou ja, of Don heeft het gewoon gefixt, weet je. Ja, dat zou kunnen. Ik moet zeggen, Harm die probeert te vluchten. Misschien was dat niet de verstandige keuze. Ja. Maar daardoor heeft Don nu wel extra items gekregen. Gast, dit ging niet zoals ik had gepland. Ik ben echt benieuwd wat er nu in jouw hoofd om gaat, Don. Want paniek. Ik denk dat het bij jou nog wel wat zekerder gaat, maar ik zie dat jouw heks niet helemaal goed gaat. Gast, dat boeit me. Maar ik dacht deze ronde, ik ga vol in de aanval. Dus dan doe ik dat ook, weet je wel. Ja, maar je had ook niks te verliezen, hè? Ja, dat klopt. Dat weet ik. Ik weet het. Hij heeft me gewoon gekillt met een stone zwaard. En terwijl ik een ijzeren zwaard had. Daar is hij al. Oh, het spel gaat door. Uit de boog, dat wist ik niet. Hij heeft ineens een boog. Dat wist ik niet. Oh, Harm heeft geplukt. Wordt het een bow battle? Bij wie kijk ik? Wie gaat hier winnen? De boospam van meneer Harm. Oh, er wordt een golden apple gechoked. Ja. Heel verstandig van Don. Don. Hij had een paar goede klappen, man. Nee, joh. Ja! Hij heeft hem. Gefeliciteerd, joh. Oh, ik tril erover. Oh, ja, ongelooflijk. Wat een strijd. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ben ik toch nog een keer iets. Ongelooflijk. Al die 4 weken heb ik in principe alles verloren, hè? Ja, je hebt twee dingen. In de hele bulwond naar dit moment heb je geen hol bereikt, maar je hebt wel de trofee gepakt. De grootste onderhond. Ja, de onderhond. Ongelooflijk. Ja, dit was wel even top, jongens. Ja. Zeker. Ik had het echt niet. Ik dacht, ik ga nu dood. Ik dacht ik had je. Nou, jongens, wat een strijd. Wat een strijd. Ik trilde. Mooi avontuur was het. Wil je nog je woorden bedanken? Ik wilde Efteling nog bedanken en Sprookjes Krog. Ik heb een keer gewonnen. Voor het eerst in mijn leven. Yes, waarschijnlijk ook voor het laatst. Top. Bedankt voor het kijken naar dit seizoen. Don, hartstikke bedankt. En jullie natuurlijk ook bedankt. Ja, jullie verlieten
het strijdveld wel eerder, maar jullie hebben ook goed gestreden. Ja. Dankjewel. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Later. Later. Later.